wat schiet er in? Het is weer tijd voor de top thuistips en dit is alweer de 10e aflevering. En daarbij ook voorlopig de laatste. Maar gelukkig heb ik iets leuks bedacht daarvoor. Het is natuurlijk super lekker weer, het is bijna zomer. Dus tijd om lekker naar buiten te gaan. En dan is het ook nog eens op 10 juni Nationale Buitenspeeldag. Dus leek het mij leuk om een speciale gast uit te nodigen. En dat is niemand minder dan Senna Bellot. Hoi allemaal, superleuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Hi, Ilay heeft in zijn broek gevoeld. En volgens mij heb ik haar hier eens even kijken. Hey Senna. Hi. Zo, jij staat al lekker in het zonnetje, zie ik. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja, ik zit inderdaad heerlijk in het zonnetje. Het is echt mega lekker weer, dus heerlijk. Nou, wat goed. De top thuistips die gaan natuurlijk over dingen die je kunt doen als je je verveelt. Maar heb jij nou nog goede tips die je vooral buiten kan doen? Ja, zeker. Zo kan ik er heel veel op noemen hoor. Nou, wat goed. Ik ben echt mega benieuwd wat je allemaal hebt bedacht. Ik zou zeggen, zet hem op. Ik kijk vanaf hier met je mee. En heel veel plezier. Take it away. Nou, dankjewel. Ja, moet goed komen. Zo, nou jongens. Een paar buitenspeeltips. Die kan ik jullie wel even vertellen. Want ik heb er zo wel een paar. Dus we gaan even waar zitten hier ook. Dan gaan we beginnen met een goede tip. Om je favoriete Nickelodeon karakter te stoepkrijten. Ik denk dat jullie dat misschien nog wel hebben, stoepkrijt. Dus we hebben hier... En ik wil denk ik deze gaan aanmaken. Dus die ga ik maken met stoepkrijt. Daar heb ik vooral roze, wit en zwart voor nodig. Dus die kleuren ga ik er even uitpakken. Oké, jongens. Nou, ik heb hem dus open gemaakt. Dan ga ik gewoon deze doen als wit, zeg maar. En zwart, ja. Dus ik ga de twee kleuren gebruiken. Oké. Nou, we gaan beginnen. Yeah. Ik ga even een plekje uitkiezen in de tuin waar ik... En even een krukje pakken waar ik jullie op kan zetten. Oh, nu ben ik mijn telefoon vergeten te pakken. En ik moet niet met mijn handen aan mijn broek zitten, want dan is mijn broek helemaal vies. Oké, ik ga hem zo goed mogelijk proberen na te maken. Hij heeft één heel erg groot oog. Oh, wat ziet het eruit! Oh mijn god, jongens. Oké, nou, ik ga het jullie laten zien. Ik ben zo goed als klaar. Eigenlijk. Kijk. Ik heb zeg maar hier die. En dit is hem geworden. Ik kan het echt niet. Ja. Het lijkt er ook niet zo op. Maar ik vind het wel eigenlijk heel leuk. Ik denk dat ik nog even iets ga maken. Een ster ga ik maken. Ik kan dus nooit ook een ster op een blaadje maken. Echt zo'n goede, zeg maar. Kijk dan. Dit gebeurt er als ik een ster ga maken. Dat kan gewoon niet. Lekker stoepkrijten. En ook een hele goede tip is watergevecht. Dat kan je natuurlijk doen met waterpistolen. Of met waterballonnen of allebei. En dat is ook super leuk. Het wordt steeds warmer. Het is echt vet lekker weer buiten. Dus dan is dat natuurlijk een hele goede als afkoeling. Nou jongens, we gaan dus watergevecht doen. En we hebben echt al vet veel dingen staan. Nee! Kijk, we hebben allemaal stokjes. Echt veel. En vier waterballonnen of zo. Ziet er echt cool uit met die kleurtjes. Nou, helemaal goed. Ik ben klaar voor de oorlog. Ik ook. Nou jongens, dit is Jordi's helft. En dit is mijn kant, vanaf hier tot hier. En kijk, ik heb hier mijn waterpistolen. En mijn waterballonnen. Oh, jij mag er nog wat. Twee waterpistolen. Anders is het niet eerlijk. Ja? Ja. Het is heel leuk.
Maar niet met iemand die 8 jaar ouder dan je is. Dan een hele goede tip is om te skileren. En ik vind het zelf echt heel erg leuk. Ik heb het in deze quarantaine ook weer eens een keertje gedaan. Dus een rondje skileren is ook een hele goede buitenspeeltip. Nou jongens, ik sta nu op de skilers. Ik heb ze aan. Ik ben benieuwd of ik het nog een beetje kan. Ik denk het wel. Kijk, binnen gaat het al. Oké. Dus nou, we gaan naar buiten en we gaan een rondje skileren. Is dat je met een voetbal iemand anders een fles moet gaan omgooien. Dus dan pak je bijvoorbeeld, stel je doet het met z'n tweeën, pak je allebei een fles, die vul je met water. En dan moet je zeg maar een beetje je eigen pion gaan verdedigen. En de andere pion gaan omgooien met de bal. Nou ja, omschieten met de bal. Dus dat is ook nog een hele leuke tip. Dat ga ik nu doen met mijn zus. Dus ik heb hier een fles en hier heb ik de dop vanaf gehaald. En daar staat een fles. Dus we hebben hier de bal. En de eerste, de fles die het snelst leeg is, die heeft verloren. Ik moet wel uitkijken dat ik zelf die fles omtrap. De bal in de fles! Neem je tijd. Neem je tijd. Die was echt dichtbij. Ja, daar gaan we. Oh, ja. Ja! Nee! Nee! Oh mijn god! Nee, daar gaat hij alweer. De bal, de fles! Ja, maar ik had niet eens door dat hij hem raakte. Ja, nu komt er niks meer uit. Maar eigenlijk heb ik wel gewoon gewonnen. Ja, je hebt gewoon gewonnen. Nee! Oh mijn god, was dit de winnaarsbeloning? Nee. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Dit waren mijn buitenspeeltips. Vergeet natuurlijk niet de Nationale Buitenspeeldag op 10 juni. En nou, dan leg ik hem nu weer terug naar jou, Nienke. Nou, Senna, wat super leuk bedacht allemaal. Ik vind het super goede tips. Vond jij dit nou ook leuke tips? Geef deze video dan een duimpje omhoog. Vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal en het belletje aan te zetten. Dit was voorlopig de laatste aflevering van de Top Thuis Tips. Heel veel plezier met buitenspelen en tot snel. Doei! Buitenspeeldag 2020.